theater maker coming up with the story of a girl traveling to the end of the world. And then I've collected all these dreams of people, wishes, written on small pieces of paper. They travel with me on the back of the tractor. I'll take them all the way to the geographical South Pole. I hope that my son will join me and live with me. At least having an education, because I think once I get those, then the opportunities will, come. To live day by day, just for today, always. But to complete the dream! I truly hope to build that snowman with the dreams of the world in its belly. Ja, Manon, jouw droom gaat eindelijk uitkomen. Yes! Het is aftellen. Ja. Hoe voelt dat? Spannend. Echt heel spannend. Het is echt heel onwerkelijk nog, maar het gaat al bijna gebeuren. Ja, het gaat echt al bijna gebeuren. 1 november ga je weg. Ja. Dan ga je eerst naar Kaap de Goede Hoop om vervolgens het vliegtuig te pakken naar het einde van de wereld, naar de Zuidpool. Ja, ik vind het echt heel erg mooi dat het laatste stukje ook echt gaat beginnen daar waar ik ooit gestrand ben met dat trekkertje. En dat ik vanuit daar de oversteek naar Antarctica gaan maken en dan op Zuidpool-expeditie. Moeten we nog even jouw hele reis langs gaan? Want die loopt een beetje parallel met dit programma. Hè? Volgens mij heb je ooit aangekondigd dat je de reis ging maken. Je hebt hem ook daadwerkelijk gemaakt. Hè? Mm-hmm. Tot en met de zee zo'n beetje, waar je niet meer verder kon. Ja. Maar leg nog eens uit. Leg nog eens uit. Ja, maar je bent inderdaad een trekkertje heel Europa, heel Afrika gekroost, overal mensen gesproken. Ja, als een Twentse boer, als je iets heel graag wil, dan moet je het doen. En dan je niet zo snel, ook al ben je niet zo snel, je moet gewoon, als je het terug volhoudt, dan kom je er wel. Dus die trekker die staat een beetje symbool voor mijn roots. En daarmee ben ik op pad gegaan, de wereld in, op een normaal tempo. En op zoek gegaan naar bijzondere mensen. Gewoon in je eentje? In mijn eentje. Poh. Ja, uiteindelijk heb ik 3,5 jaar in mijn eentje op een trekker met een hondje gereisd. Dus... Ja, en heel veel moois meegemaakt. En daar ben ik nu een paar kleine korte filmpjes van aan het maken. Zodat ik straks in november en december, als ik dan echt dat laatste stukje van die schijnbaar onmogelijke reis naar de Zuidpool toe. Op Zuidpool-expeditie bij min 50 graden. Dat ik af en toe wat filmpjes over Afrika en warmte en hele bijzondere mensen kan laten zien aan jullie. Ja, en tijdens je reis heb je dromen van mensen verzameld. En de bedoeling is dat die dromen verzameld worden in de buik van een sneeuwpop. Die op de Zuidpool komt te staan. Ja, dus dat is een beetje het kinderboekenverhaal einde van dit ding. Dus die dromen van mensen zijn duizenden papiertjes waar mensen hun wens op hebben geschreven. En nu tijdens het laatste stukje, omdat er een trekkenmerk Ferguson dat mogelijk maakt, kunnen we ook over de hele wereld kan ik nog heel veel dromen verzamelen van mensen en tekeningetjes. Die worden allemaal digitaal gemaakt. Die reizen mee in dat trekkertje, had ik bedacht, de brievenbus. Met elke dag vanuit Antarctica straks een droom van de dag of een droom van de week. Een heel bijzondere droom die ik die een wereldpodium krijgt. En dan symbolisch wilde ik graag een sneeuwpop bouwen met de dromen van de wereld op zijn buik. Ja, op nou de Zuidpool. Nou heb je dus heel veel dromen al verzameld door de jaren heen. Heb je nog wel contact met die mensen dan? Af en toe krijg ik een e-mailtje of een berichtje van... hij is uitgekomen, maar neem hem nog maar wel mee. Hij kan nog wel een steuntje in de rug gebruiken. Maar er zijn ook dromen uitgekomen die inmiddels 7 jaar oud zijn en zo. Kindjes, ja. Nee, okay. Waar zijn al die papieren? Waar bewijzen ze nu? Want ze moeten ze uiteindelijk in de buik van die sneeuwpop terechtkomen. Ja. Waar zijn ze nu? Ze zijn nu allemaal een bij mij thuis. Depot ergens of bij jou thuis? Ze zijn allemaal bij mij thuis op zolder. Ik ben de laatste dromen digitaal aan het maken. En er is iemand keihard aan het werk om via mijn website, trekkermeisje.nl. Ja, ik ben niet meer echt een meisje, maar toch. Hè, nog een dromenverzamelplek te maken. Maar dan digitaal. Zodat die echt digitaal nog naar mij toe kunnen komen op Antarctica. En het idee is natuurlijk naast die mooie sneeuwpop dat er straks een heel mooi document is van dromen van mensen uit deze tijd. En maar, niet alleen. Maar jouw eigen droom. Min 50 ga je dat hele stuk afleggen. Ja. Kun je maar uitleggen waarom je dat zo graag wil? En... Ja, mijn idee was eigenlijk, ik ben theatermaakster, dus dit hele verhaal gaat over dat ik geloof dat iedereen over zijn eigen dromen, wat hij eigenlijk het allerliefste graag wil, altijd denkt dat dat onmogelijk is. En dat klinkt alsof je op een trekker naar de maan wil of naar de Zuidpool. Dat is je volgende, hè? De maan. Dus, en mijn motto is, soms moet je iets gewoon doen. Nee. Nee. Maar ik heb een keer een interview gedaan met een meneer. En die was de eerste ruimtereizen vanuit Nederland aan het plannen. En die zei, die wilde wel een mini-trekkertje meenemen. En dan zo'n ruimtefoto maken met het gat. Ja, het lijkt me leuk. Maar hoe ga je voorbereiden? Min 50. Ik bedoel, hoe zie jij eruit op die trekker? Ik ga een foto sturen. Ik hou niet zo heel erg van kou.
Maar ik ben wel goed voorbereid. Ik heb wel leren overleven bij min 50 graden en zo. En ik heb gisteravond nog, ik weet niet wie mijn Facebook-vrienden met mij is. Dat wou ik je net even vragen. Want ik zag een mooie foto van inderdaad de skibril met daar een soort baard aan, zeg maar. Dus misschien kan je even uitleggen wat het dan is en hoe het werkt. Antarctica, grootste woestijn ter wereld, maar min 50 graden met wind. Je wil, als het min 50 is en de wind waait daar altijd heel erg hard, dan mag je echt geen stukje huid meer onbedekt laten, want dan bevriest dat meteen. Dus die skibril is eigenlijk dat je een soort zo'n balaclava, zo'n this is a robbery. Dus dan moet je geen bar binnenlopen, toch? En dan daaroverheen die skibril met dus zo'n klepje, zodat je gewoon kan ademhalen. Maar je hebt mensen bij je, toch? Dat als er iets gebeurt. Ik heb mensen bij. Ik dacht van ja, ik ga eenmalig nu, hoop ik dat ik met die trekker de Zuidpool haal. Maar ik heb een vrouw gevraagd of zij mijn gids wilde zijn. Ja. Die echt al jarenlang Noord- en Zuidpool-expedities doet. Okay. Die een paar jaar geleden met haar twee kinderen is geweest. Haar dochter gaat ook met ons mee. Die gaat filmen. Spannend. Ja. Ga je met z'n drieën uiteindelijk? Nee, we gaan met 7 man. Het lijkt me toch wel even een hakkelijk avontuur. Ja. Welke gevaren zou je nog tegen kunnen komen? Het zijn best wel heftige. Ja, nou ja, we hebben net, ik zie ineens een foto van IJsland. Een paar weken geleden hebben we een proefexpeditie gedaan op IJsland. Naast de vulkaan die aan het uitbarsten was. Had ik niet bedacht. maar er zijn een paar IJslanders ze hebben daar een paar auto's staan, die werken daar voor basissen en zo. En die hebben een veilige route naar Antarctica of naar de geografische Zuidpool gevonden. En die begeleiden mij met mijn trekkertje. Wat kun je tegenkomen, sorry? Geen ijsberen. Nee, dat is het noorden, toch? Hopelijk penguins. Het heftigste is zijn de temperaturen en hele zachte sneeuw waar je in weg kan zakken. En enorme bevroren golven waar je echt als rotsen overheen moet navigeren. Maar op Antarctica heb je ook gletsjerspleten. Of ik weet niet hoe ze. En dat betekent dat je soms onder het sneeuw dat er gaten zijn waar je in zou kunnen vallen. Ja. En mijn gids die heeft daar verstand van, die kan dat lezen. En dat is eigenlijk een klein stukje van de route. Is dus spannend. En het is een soort zomer, hè, als je daar bent. Nou ja, relatief lentezomer. Ja. Maar min 50 is nog koud genoeg. Kunnen we regelmatig nog wel bij elkaar komen dan. Ja. Wat vindt jouw man van het grote geheel? Nou, kunnen we misschien zelf ook wel vragen. Waar zit hij? Daar zit hij. Jouw vrouw gaat grote gevaren tegemoet. Wat vind jij daarvan? Ik zie het eigenlijk niet als grote gevaren. Want jij blijft ook nog eens achter met kindje, hè? Ja, er zitten natuurlijk wel enige risico's aan die reis. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat ze dat met hulp van goed kan omzeilen. En ik vind het prachtig dat ze deze reis nu tot een goed einde gaat brengen. Misschien denk je ook wel even lekker rustig thuis. Rustig. We hebben net een kleine. Dus ik blijf lekker thuis om op Hanna te passen. En dat doe ik met heel veel plezier. En dan gaan we gewoon lekker warm bij een knapperend haardvuurtje kijken hoe Manon naar de Zuidpool gaat. Ik vond het echt heel gemeen dat ik in IJsland hadden we één keer hadden de telefoonverbinding en dat hij zo zei, ja, ik kan niet wachten tot je op Zuidpool-expeditie gaat. Zoiets of omdat het heel gezellig was. Maar dan wordt het er echt overleven. En dan zit ik gelijk heel praktisch te denken. Je gaat ook, je moet eten. Ja. En je moet goed eten, want je verbrandt nogal wat. Niet dankzij de hitte, maar wel van het inspannen om warm te blijven. 7000 calorieën per dag. Ja. Wat ga je dan eten? We hebben van die speciale astronautenvoedingsdingen waar je water bij gooit. Dus moet je sneeuw smelten en dan water bij gooien. En dan heb je fantastische spaghetti's en goulaschen en dat soort dingen. En verder echt de hele dag door kaas, chocola, noten, gedroogd fruit. En neem je allemaal dat mee? Soort dingen. Ja, daarom gaan we eerst naar in Kaapstad moeten de laatste spullen hergepakt worden. En ook eten ingekocht en helemaal per dag bereid. Want die kaas moet je natuurlijk wel hier snijden. Want als het dan min 10 is, dan kan je er niks meer mee. Dan moet je hapklare brokjes hebben. Even slotvraag, Manon. Stel nou, het zit er allemaal op. Het is allemaal goed gegaan. Jouw droom is uitgekomen. Maar dan? Één grote leegte? Ja, ik word nu langzaam. Een paar weken geleden was ik heel erg bang. Zag ik alle beren op de weg en zo, die ik niet tegen ga komen, waar ik toch bang voor was. En nu begin ik heel langzaam te huppelen, omdat ik zo nieuwsgierig ben hoe het verhaal nou eindelijk af gaat lopen. En dat als het dan klaar is, dan kan ik het gaan vertellen. Dus dan mag er een mooi boek komen of zo. Of we hebben ons aan tafel. Er komt vast een nieuw avontuur, denk ik. Of niet? Ja, maar nooit meer zoals dit is het ultieme avontuur, denk ik.